Het is weer maandag, tijd voor een nieuwe video. Dit is de nieuwe MQi Plus Lite. En dit is het allernieuwste model van NIU. In deze video alle specificaties van deze elektrische scooter. Laten we even beginnen met de motor. Hier zit een 1200 watt Bosch motor in. Qua accu zit er een 48 volt 31 ampère uur accu in. En de cellen die ze gebruikt hebben zijn van NIU Energy. Nou, het bereik, dus de actieradius, kun je terugvinden bij ons op de website. En dat ligt zo'n beetje, afhankelijk van de weersomstandigheden, tussen de 50 en de 70 kilometer. Nou, op onze website zie je ook nog de actieradius op basis van klantervaringen. En dat hebben we ingedeeld in de snoruitvoering en de bromuitvoering. En dat hebben we ingedeeld in gewichtsklasses en temperatuur. En zo kan je echt goed zien wat nou het reële bereik / actieradius is van deze elektrische scooter. Laten we beginnen met het display. Ik draai de sleutel naar rechts en hier zien we dat het display gaat branden. Nou, hier zien we nog hoeveel batterijpercentage we hebben. Nou, het gaat om een splinternieuwe, dus nog 0 kilometer. Hij geeft de snelheid aan, de tijd en dat hij GPS-verbinding heeft. En daar zometeen meer informatie over. Nou, hier hebben we nog een paar knopjes. We kunnen seinen met het grote licht. We kunnen het grote licht activeren. Richtingwijzer naar links, geeft hij een mooi toontje. Druk je hem in, gaat hij uit. Doe je hem naar rechts, druk je hem in en gaat hij uit. Wat mooi is bij NIU, als je goed stuurt en je stuurt weer terug, dan gaat hij automatisch uit. Dus dat hebben ze heel mooi gedaan. We hebben hier nog de klakson. We hebben nog cruise control. Dat wil eigenlijk zeggen, stel je gaat 10 km per uur, je drukt op de cruise control knop, dan lokt hij de snelheid. Raak je de rem aan of de gashendel, dan schiet hij er automatisch weer vanaf. Nou, we hebben nog een knop voor een mode. We kunnen naar modus 1 en 2. En hier schakelt hij terug in snelheid. Dus bijvoorbeeld de snoruitvoering, mode 1 gaat dus een beetje 10 km per uur. En mode 2 haalt dus een maximale snelheid van zo'n beetje 27 km per uur. We hebben nog alarmlichten. Dan zet hij al zijn kniplichten aan. En we hebben uiteraard de startknop. Nou, dan verschijnt er ready in het beeldscherm en dan ben je klaar om te gaan. We zoomen nog even wat verder in op het beenschild. Hier zien we een USB-aansluiting. Nou, hier hebben we nog een mooi bakje, maar er zit ook standaard een tassenhaakje bij. En je kan bij ons kiezen welke je gemonteerd wil hebben. Nou, het contactslot hebben we net naar rechts gedaan, dan ging het contact aan. Als je hem nou naar links doet, je duwt de sleutel in en je draait hem naar links, dan staat hij op stuurslot. Als je hem nou zonder in te duwen naar links draait, dan gaat je zadeltje open. Onder het zadel van deze NIU zit de accu. En wat wel mooi is, is dat de lader ernaast past. Nou, de lader is zeg maar gewoon een huis-, tuin- en keukenstopcontact. Je kan ervoor kiezen om hem in de scooter te laden. Dus door de stekker in de scooter te steken. Dan heb je hier een gootje waar je de kabel erin kan halen. Of je koppelt de accu los en je steekt de kabel rechtstreeks in de accu. Nou, het voordeel daarvan is dat je er dus voor kan kiezen om de accu erin te laten zitten. Maar je kan hem er ook heel eenvoudig uithalen. En dat is wel echt een heel groot voordeel bij deze scooter. Hier hebben we nog een indicatielampje op de accu. En daarmee kan je ook nog eens zien hoe vol de accu is. Aan de voorkant zien we de LED-koplamp. Ook zijn de knipperlichten LED. En die ga ik ze nu even activeren. Maken ze wel een leuk geluidje. En je raadt het al, het achterlicht is LED en zelfs de kentekenplaatverlichting is LED. Qua remmen zien we aan de voorkant een schijfrem en ook aan de achterkant zien we een schijfrem. Nou, wat verder nog opvalt, nu we hier inzoomen, dat is dat NIU gebruik maakt van dubbele schokbrekers. Ja, dat is natuurlijk voor extra rijcomfort. Deze MQi Plus hebben ze op zich wel heel slim gedesigned. Ik ben zelf 1,95 meter. Het is een vrij compacte scooter, maar op zich kan ik er wel prima mee rijden. Het is niet heel erg ruim, maar op zich gaat het gewoon prima. Nou, ze hebben hele mooie voetsteuntjes ook weggewerkt voor de gezellige medepassagier. Het is wel gezellig krap. Ik zou het niet aanraden om lange afstanden te gaan rijden met z'n tweeën, maar het is wel mogelijk. En die kan zijn voeten hier kwijt op de voetsteuntjes. Nou, wat verder nog wel leuk is, is dat deze versie leverbaar is in een variant zonder helmplicht en in een variant met helmplicht. Nou, wat we aan het begin van de video vertelden, is dat je de actieradius kan terugvinden bij ons op de website. Daar hebben we een hele mooie tabel gemaakt.
En wat is de laadtijd? Nou, de laadtijd is een beetje tussen de 6 en de 8 uur. Dan heb je een volledige lading en dan heb je weer je volledige actieradius om heerlijk weer te gaan toeren. En we vergeten bijna het belangrijkste, want deze scooter heeft ook nog twee hele leuke gadgets. Om te beginnen zit er een mobiele app bij. Nou, als je die app op je telefoon installeert, dan kun je dus gewoon bijvoorbeeld zien waar de scooter is, want er zit de GPS op. Je ziet bijvoorbeeld als iemand je scooter verplaatst. Je kan zien wat het batterijpercentage is, zitten best wel wat leuke dingen in. En hij wordt standaard geleverd, ook met een alarm. Nou, werkt als volgt, je hebt drie knoppen op de afstandsbediening zitten. Je hebt een slotje die open staat en een rode knop. Nou, als je op die rode knop drukt, is eigenlijk een soort zoekfunctie. Stel dat er vier van dezelfde scooters op een rij staan en je drukt op de rode knop, dan gaat de verlichting aan. Dan gaat hij naar je knipperen met zijn knipperlichten en dan geeft hij straks ook nog een piepje. En daar is het piepje. Nou, wat we verder nog kunnen doen is hem op alarm zetten. Nou, zo is hij extra beveiligd tegen diefstal en je kan hem uiteraard ook weer van alarm afhalen. Deze elektrische scooter kun je eenvoudig bij ons bestellen in onze webshop. Verder kunnen we hem tegenwoordig ook bij je thuis onderhouden met onze scooter onderhoud aan huisservice. Nou, vonden jullie dit nou een leuke video? Laat het even weten onder in de reacties en dan zien we elkaar natuurlijk volgende week maandag.